Mevrouw Etnel, zullen we zeggen eindelijk? Nee, eindelijk. Nee, het is het besluit dat genomen is door de Nationale Partij Suriname. En voor het volk, we gaan voor een beter Suriname, dus dat is het. Ja. U heeft al heel lang, een paar maanden, ik dacht zelfs een jaar eerder, was u bezig hiermee en u vond dat de partij uit de coalitie moet stappen. Wat doet dit met u nu dit besluit is genomen? Wel, toen in oktober had u me die vraag ook gezegd. Ik ben wel teleurgesteld, hoe voelt u zich? Ik heb toen ook aangegeven van de partij is meer bij mevrouw Etnel. We moeten een besluit nemen, een congres. Nu is het hoofdbestuur een besluit genomen. En ik zeg van, ja, we nemen het besluit omdat we willen dat het beter moet gaan voor Suriname. Daarom nemen we het besluit. En wanneer ik kijk naar Suriname, dan zeg ik Suriname verdient beter. En uitgaande daarvan zeg ik, ik voel me prima. En ik voel me nog meer in de positie om strijd te voeren zodat de NPS groter wordt na de verkiezingen van 2025. Dus zo voel ik me op dit moment. U voelde zich nu helemaal niet meer thuis met de VAP in coalitie? Ik ga niet als je je niet thuis meer voelt, want ik voel me altijd thuis binnen de NPS. Ik vind je moet je goed voelen om het land Suriname te besturen en dat gevoel was er niet meer. En, mijn mening is, we moeten daarvoor blijven streven, want dat zijn we. We gaan voor het volk, we gaan voor verbetering, voor zaken die het volk raken. En op het moment dat je ziet dat men daarvan wegvaart, dan moet jij als politieke partij een besluit nemen. En dat hebben we dan genomen. Dus we gaan ervoor. Niet de Suriname.